En dat we er bijna zijn. Ja, we zijn online. Ja. Goedemiddag allemaal. Brits TV De Basis, aflevering 30. Vandaag een keertje afspelen. Het gaat over de troefcontracten. En wat hebben we daarvoor nodig? We moeten gaan wegwerken van verliezers. Ik was even afgeleid, een ogenblik. Ik heb gelijk een sheet voor jullie. De bekende sheet en onderaan staat het al, bij troefcontracten moeten we verliezers stellen. Ik ga gelijk verder. Het verschil met een sanscontract en een troefcontract als het gaat om het afspelen, dat staat hieronder op. Kijk daar thuis rustig even na. En nu concentreer ik me even op de troefcontracten. We kijken eerst hoe hoog we zitten. Dan weten we hoeveel slagen we moeten. Dus bij 4 harten moeten we 10 slagen. En dan weten we ook, stap 2, het maximale aantal verliezers. Dus in 4 harten mogen er hooguit 3. Vervolgens stellen we onze verliezers. Daar kom ik zo op terug. En daarna gaan we kijken hoeveel van die verliezers er weggewerkt moeten worden om het contract te halen. Ik ga verder naar de volgende sheet. Of is Ruud al klaar? Ja, zeker. Ik ben al klaar om even een voorbeeld te geven. Oh, dan doen we eerst Ruud even. Ik was ook nog vergeten het panel welkom te heten. Met name Lieke, want die is een tijdje weg geweest. Nou, zullen we eens een spelletje doen? Ik hoop dat jullie speelkaarten bij je hebben, want we gaan met name spelen. Maar we gaan eerst een stukje bieden. Nou, stel je voor, je hebt deze kaart. Je hebt 2 schoppers, 4 hartes, 4 ruiters en 3 klaveren. En je hebt 15 punten. Wat zouden jullie, ook voor thuis, wat zouden jullie bieden met deze kaart? Nou, ik denk de makkelijkste opgave van vandaag, 15 punten. En een balanced kaart, dat is, laat maar zien. Ja, klasse. Dat is 1 stand, hè? Ja, dat gaat prima. Mijn maatje biedt 2 harten. En nou ben je weer. Ik zie Claudia al zelfverzekerd kijken. Die heeft het goed. Op een gegeven moment kan ik hier in de cursus ook zien of iemand het goed heeft. Laat me zien. Ja, allemaal. Klasse. 2 schoppen. Nou, 2 harten was Jacoby. 2 schoppen, dat is min of meer verplicht. En op 2 schoppen past mijn maatje. En nu komt Zuid uit. Zuid komt uit met harte heer. En op dit moment gaat de dummy open. Nou, zoals beloofd, 5 schoppers. 1 harte, 3 ruiters. En 4 klaveren. En dan is het voor jullie de vraag, hoe maak ik dit contract? Heeft er iemand een idee? Wie durft? Eerst even de verliezen stellen. Heel goed, Lieke, de verliezen stellen. Zullen we ze onderaf aan beginnen? Ja. Hoeveel klaververliezers heb je? 2, ja. Hoeveel ruitenverliezers heb je? 1. 1. Hoeveel hartenverliezen heb je? Geen. Ja, maar dan moet je die daar wel troeven, hè? Ja, die kan ik toch met de haas nemen. Jazeker. Dan moet je de volgende... En dan de volgende, die kun je in de dummy troeven. Ja. En schoppen, hoeveel verliezen heb je daarin? Eens kijken hoor, we hebben er maar 6 samen. 5? Nee, toch? Plus 2 is 7. 7 hebben we er samen, ja. Dus komt er eentje tekort. Daar hebben we toch ook wel minimaal 1 in, denk ik. Of misschien wel 2. Ja, de A's en de heer maak je wel, denk ik. Ja, die maakt wel, ja. Hoe gaan we dit contract nou spelen? Ik ga jullie eerst vertellen hoe de eerste slag gaat. En dan wil ik graag van jullie weten welke kaart jullie daarna spelen. Ik neem aan dat jullie allemaal de eerste slag met de A's pakken. Ja. Ja, ik denk dat jullie dat allemaal doen. En wat is dan de volgende kaart die je op tafel neerlegt? Dat is de vraag. Dus de eerste slag gaat de heer, de 6, Noord gooit ook een harte. En jij pakt de aas. Wat is de tweede kaart of de tweede slag waarmee je begint?
Voor allemaal hoor. Laat maar zien in de camera als je weet welke kaart het is. Nou, laat maar zien. Een schoppen, en een ruiten. Oké, dat is wel heel verschillend. En een harte. Ja. Oké. Laat ik eens, Claudia, laten we eens anders kijken. Laten we eens kijken hoe verslagen we kunnen, als we een plan hebben, hoe verslagen we kunnen maken. Je maakt schoppen aas heer, denk ik, hè? Altijd? Ja. Eens? Ja. Je maakt harte aas? Eens? Klopt. Ja. Je maakt ruiten aas en ruiten heer. 5. Ja. Hoe gaan we het voor elkaar krijgen dat die 5 dat 8 wordt? Dat is de grote vraag. Is er een plan te bedenken zodat je die 8 slagen gaat maken? Want stel je voor, wat jij wilde doen, dat is troef trekken. Hè? Nou, stel je voor, we doen dat. Dus ik ga er even snel. Dan gaan we kijken wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Stel je voor, je trekt troef. Dus je speelt harte, die pak je voor de aas, je speelt schoppen, je speelt de aas bijvoorbeeld, je speelt schoppen, en ze bekennen allemaal, en je speelt schoppen, en je hebt mazzel, ze bekennen allemaal, en deze slag is voor de tegenpartij. Hoe ga je nu verder? Ja, hier loop ik wel vaak vast, dat vind ik lastig. Ik zou dan de verliezers wegwerken. De hartes. Ja, maar welke kaarten gaat die weg dan? De 5. De laagste. De 5 van. Ja, maar op welke kaart gaat dan deze kaart weg? Want deze kaarten ga je verliezen. Oh ja. Maar je hebt daar niet zo heel veel van die hoge. Of je moet een snit maken met de klaver? Ja, dat is al een plannetje. Ja. 2 keer een klaver hiernaar spelen. Dat is een plannetje alvast. Dan maak je misschien 1 slag extra. Ja. Dat zou kunnen. Maar toch was er een plan. Nog een iets beter plan. En hij was meteen heel erg lastig om 8 slagen te maken. Oh, dat is te beginnen toch met waarschijnlijk even kijken hoor. Nee, dat zie ik even niet. Nou, wie heeft er nog een ander idee? Ik geloof dat Cecile het had. Wat deed jij, Cecile? Ja, ik dacht harte negen. Oké, dus je pakte de eerste slag met harte aas, hè? Ja. En dan speelde je harte negen. Nou, die is niet zo hoog, hè? Toch? Nee. Oké, wat doe je dan daar? Troeven. Dan is dit slag 2 die je maakt. En nu? Ja, dan zou ik naar de klaver zijn gegaan. Klaver proberen? En dan kwijt je naar deze? Ja, die raak ik. Ja, ik neem aan dat ik die kwijt raak. Dat daar een, ja, hangt er vanaf wat noord of zuid legt. Kijk, als die een hogere leggen, dan. Ja, dat klopt. Dan doe ik natuurlijk het kleintje. Ja. Ja, en als ze nou troef naspelen bijvoorbeeld, dan pak je die en dan probeer je dat nog een keertje. Ja, dat denk ik. Maar dan ga je maken, dan ga ik weer even terug. Wat jij uiteindelijk gaat maken is waarschijnlijk hoor, ik weet het niet helemaal zeker. Maar wat jij waarschijnlijk gaat maken is deze ingetroefde harten, die ga je maken. Dat denk ik, hè? Want je maakt nu harten aas, dat is 1. Je maakt zeker die ingetroefde harten, dat is nummer 2. Je gaat misschien een klaver maken, dat is 3. Je gaat 2 ruiten maken, dat is 5. En waarschijnlijk maak je schoppen aas hier nog, dat is 7. En ja, toch was er een plan om zeker 8 slagen te maken. Of niet helemaal zeker hoor. En dat is op het moment, je zit wel op het goede spoor, Cecile. Op het moment dat je nou deze 3 troeven, of deze 3 hartes, daar zou kunnen troeven met die kleintjes, hoeveel slagen heb je dan gemaakt? Met de harten dan? Ja, stel je voor, ik krijg het voor elkaar om deze 3 hartes aan die kant met deze 3 schoppers te troeven. Ja. Wil je dan eens tellen voor het aantal slagen wat je dan hebt? Ja, 4, dan haal je er 8. 8. 7, 8. Ja, dan heb je er 8. Ja. Nou, dat lijkt me een redelijk plan.
Ja. Oké. Okay. Ja, maar dan moeten we nog steeds het plan proberen goed uit te voeren. Oké, okay. Als je dat dus lukt, heb je dus 8 slagen. Ja. Jullie hebben ook wel een redelijk plannetje hoor, voor een klavertje naar de boer. Dat kan, maar ik vind het nog wel een iets beter plan misschien. Ja? Dus als jij het voor elkaar krijgt om die harten te troeven, dan lukt het je. Ja. Maar dan moet je dat wel even goed doen. Dan gaan we dus. Dus stel je voor, slag 1 gaat een kleine harten voor de aas. Welke kaart, laat me zien in de camera, leg je nu op tafel? Nou, laat me zien. Sorry. Ja, een harten natuurlijk, hè? Dat is ons plan. We gaan proberen, we hebben maar 1 doel, hè? Dat is die harten. Dus we spelen de harten en die troeven we hier. Dat is onze tweede slag. Oké, okay, je bent nu in de dummy-aanslag. Welke kaart speel je nu? Ruiten. Even allemaal ook voor thuis, hè, dat ze even na kunnen denken over welke kaart je nu zou willen spelen. Laat maar zien. Ja, ruiten, ja. Karen ook, ja, perfect. Dan speel je ruiten. Ik neem aan dat jullie die pakken. Ja. Slag nummer 3. Welke kaart speel je nu? Laat maar zien in de camera. Ja, harten. Meestal hebben harten. Ja, thuis ook denk ik. Hè? Want je gaat weer harten spelen. Welke kaart leg je nu in de dummy? Laat me even zien. Ja, die schoppen. Perfect. Dan speel je schoppen. Nu ben je weer in de dummy aan slag. Met schoppen 7. Welke kaart speel je nu? Laat maar. Zien in de camera. Ja, je moet weer ruiten spelen. Om naar de overkant te gaan. Dan ben je weer hier aan slag. Welke kaart speel je nu? Laten we zien. Harten. Ja, perfect. Heb ik nu toch nog een vraag? Hey, dat gaan we dadelijk doen. Oké. Okay. Want ik denk dat er nog... Nu heb je slagnummer. Hoeveel, Claudia, is dit? Dat is 6. 6, ja. Plus ik heb schoppen A's hier. Ja. Volgens mij heb jij een vraag over hoe het nog net iets beter kan. Nou, als we erop zouden letten, misschien dat de vrouw ook zou vallen in... Oh nee, want die weet dat we al aan het introeven waren. Dus daar houdt die vrouw in. Nee, ja. Nee, maar toch, ja. Maar toch kan het nog iets beter. En daar zaten jullie wel op het goede spoor in het begin. Het kan nog iets beter. Dan toch eerst met de klaver. Tussendoor. Met de klaver, ja, dat denk ik ook. Tussendoor doen. Ja, dat kan. Dat zou kunnen, ja, dat je probeert. Maar dus het zou kunnen dat schoppen 10 wordt overgetroefd. Oh ja. Dus, ja, ja, ja. Dus je zou nog eerst schoppen A's heer kunnen hebben gespeeld. En dan nog een schopje, dan nog een hartje troeven. Dat zou je nog kunnen doen. Ja. Ja, dus als je dan... Maar als je zoiets ziet, dan denk ik bij mezelf... En dit was meteen een heel moeilijk spel ook, Claudia. Dus vergis je niet. Want je hebt best wel wat mogelijkheden om dit te spelen. Maar op het moment dat ik zo'n spelletje zie, dan denk ik bij mezelf van... Hoe ga ik het voor elkaar krijgen om die 8 slagen te maken? En dan denk ik bij mezelf, als mij het lukt om deze 3 te troeven, dan ben ik er. Nou, dan kan ik ook, ondertussen kan ik ook nog een ander plan doen, Claudia. Daar heb je helemaal gelijk in. Dus als ik een schopje speel en ik probeer bijvoorbeeld een klavertje, nou, dan mag je rustig proberen. Ja. Je mag rustiger proberen nog wat meer slagen te maken. Maar ik wil graag dat je, als je dit ziet... Dat je dan denkt bij jezelf van, hé, als ik die 3, als dat geen verliezers meer zijn, dan ga ik weer terug naar Lieke. Hoeveel verliezers maak ik dan? Want Lieke, dan heb ik schoppen A's heer voor deze 2. Ja. Ben je ermee eens? Ja. Dan heb ik deze 3 getroefd. Ja. Dus heb ik ook geen verliezer in. Dan verlies ik wel deze 2 ruiters. Ja. En verlies ik wel deze 3 klaveren. Ja. Dus dan heb ik 5 verliezers. In mijn hand. Ja? Misschien was dit wel een te moeilijk spel om mee te beginnen, hoor.
dat realiseer ik me heel goed. Maar zo zie je wel een beetje de mogelijkheden die in zo'n spelletje zitten. Dus je moet een beetje zoeken naar hoe je het voor elkaar gaat krijgen om je aantal slagen, wat je hebt beloofd te halen, hoe je dat gaat halen. Ik heb dadelijk nog een voorbeeld, maar eerst Geel eventjes. Ja. Ik ga weer een scherm delen. Ik heb het straks al gehad over het tellen van de verliezers. Ruud heeft daar net ook wat over gehad. Ik ga even in detail op wat nou een verliezer is, als het gaat om het tellen daarvan. En we tellen de verliezers per kleur. Dus van alle kleuren gaan we even na hoeveel verliezers we hebben. Er staat met een maximum van 3, kom ik zo op terug, maar je hebt nooit meer dan 3 verliezers in een kleur. Ik laat zo meteen zien waarom. En per kleur geldt, het aantal verliezers is hooguit het aantal kaarten aan de kortste kant. Dat is ook logisch, als je maar 2 kaarten hebt, kun je de derde aftroeven. Dus dan is er niet meer dan 2 verliezers. En daarvan trekken we af het aantal azen en soms de heren en de vrouwen. Nou, dat lijkt ingewikkelder dan het is. Kijk even met mij mee. Het eerste voorbeeld. Ik heb de aas, de heer en de vrouw en eventueel er nog wat bij. Hoeveel verliezers hebben we dan? Nou, 0. Want we hebben aas, heer, vrouw. Dat telt als 0 verliezers. Haal ik nu de vrouw weg, aas, heer, boer, dan heb ik er 1. 1 mogelijke verliezer. Als er aan de andere kant tenminste ook 3 zitten, dan ga ik nu even van uit. En als we zo verder gaan, komen we uiteindelijk helemaal onderaan bij, en dat moeten we even naar de derde kolom kijken, bij 4 keer x, bijvoorbeeld 5, 4, 3, 2. Dat is het slechtste in de kleur dat je hebben kunt, en dat zijn toch maar 3 verliezers. Want als partner er ook 4 heeft, dan heeft de tegenpartij er samen maar 5, en hebben ze vaak maar 3 kaarten, en kunnen ze dus maar 3 slagen oprapen. Deze ga ik niet allemaal langslopen, maar je kunt zien op deze manier hoeveel verliezers er in een kleur zitten. De sheets komen na afloop op de site en dan kun je ze thuis nog even rustig doorlezen. Ruud, ik geef het woord weer aan jou. Ja. Ik wil altijd een beetje nadenken over hoe dat zo'n spelletje zit. Oké. Nou, jullie krijgen meteen een heel spel te zien. En dit is de dummy. Best wel een grote dummy. Ik weet niet precies hoe het binnengegaan is. Maar het contract wat je hiervan gaat spelen is 4 schoppen. Dus het contract wat je speelt is 4 schoppen. Even kijken of het aantal... Ja. En ze starten met... heel erg vervelend. Maar ze starten met harte aas. Dan moet je op bekennen. Daarna doen ze harte heer. Dan moet je ook op bekennen. En daarna spelen ze ruiter heer. Nou, zo gaat het spel in het begin. Maar we gaan eerst het aantal verliezers tellen. Dus probeer te ontdekken hoeveel verliezers we hebben. Net hebben we Lieke gehad. Cecile, zeg het eens. Hoeveel verliezers hebben we? Even je geluid aan, Cecile. Sorry, het ging even omdat je zei dat die 2 harten, waren al weggespeeld. Ja, die waren al weggespeeld. Dus dat zijn zeker 2 verliezers. Ja, dat zal het je makkelijk maken, dat zijn 100% 2 verliezers. Ja, dan hebben we, ik denk, 1 bij de klaver. Ja, 1 mogelijk bij de klaver, zijn er 3. En de ruiten, moet ik even kijken, die kunnen we misschien opvangen. 1, 2, 1... Hooguit 1 bij de ruiten. Nou, ik denk wel 2, toch? Stel je voor, zij spelen ruiten heer. En dan pak jij de aas en ze komen weer aan slag. Dan spelen ze naar de vrouw en de boer. Die moet je alle 2 bekennen. Ja, klopt. Ja. Ja, dat is heel vervelend. Maar je gaat er misschien wel 2 verliezen. Ja. Die derde kun je misschien wel troeven. Dus we hebben 5 verliezers, Cecile. Ja, dat is 2, hoor. Ja, dat is echt... Dit is echt... Als ik dit heb, dan denk ik bij mezelf zo... Waarom heeft mijn maat nou zo hoog geboden? Met, hoeveel punten had mijn maat wel? Hoeveel punten heeft mijn maat? 14 geloof ik, of niet? 14 en ik heb er 7. Nou, lekker dan. Ja, dat gaan we niet redden. Nou ja, dan op dat moment ga ik altijd heel positief kijken. Oké. Okay. Dus vanaf dit moment denk ik bij mezelf, het is veel en veel en veel te hoog. Ja. Vanaf nu ga ik maar eens kijken of ik iets leuks kan verzinnen. Dat zijn kwetsbaar, hè?
Wat zeg je? Dan zijn we kwetsbaar. Hoe bedoel je dat? Dan, toch vaak? Dan zie je dan dat je kwetsbaar bent, of is dat niet zo? Nee, dat heet niet zo. Kwetsbaar is gewoon of je... Ik zal iets anders maken, dan maakt het iets makkelijker. Dan ga ik het nog een keer... Nou, zo. Dan heb je iets meer kans. Je hebt nog steeds evenveel verliezers. Je hebt namelijk 2 hartenverliezers. Hè? Je hebt 2 ruitenverliezers en 1 klaververliezer. Ja. Oké, vanaf nu denk ik... Nu ga ik heel positief denken. Alles gaat nu positief worden. Dus ze beginnen met harten A zeer. Dus die hebben ze gespeeld. Ze speelden... Ik moest 2 keer bekennen, hè? En ze speelden nu ruiten A. Dus ja, die beken ik. En Noord bekend ook. Welke kaart zou je spelen? Nou, laat me zien. Oh, sommigen pakken de A's, sommigen... Nou, dat is weer 50-50. Nou, dat is altijd wel leuk voor jullie. Dat jullie van alles wat doen. Oké, wie kan mij vertellen wat het plan wordt om dit contract te maken? Wie durft het? Hoe zou je dit contract kunnen maken? Ziet iemand dat? Je zou eerst op een klaver koning kunnen snijden. Ja, Lieke, zeker, zeker. En wat hoop je dan? Dan hoop je dat je op die andere klaveren die verliezers weg kunt gooien, die ruiters. Hoe moeten de klavers dan zitten, Lieke? Dan moet... even kijken hoor. Als ik vanaf... als ik klaver 3 speel... Ja, dan moet de koning moet in zuid zitten. De koning zetten we in zuid. En hoe wil je verder nog dat het zit? Want als ik in een heel slecht contract zit... ga ik altijd denken... Nou, dan moet het echt heel goed zitten. Hoe hoop jij dat het zit? De rest van de klaver. De rest van... Ja. Hoe hoop jij dat deze verdere klaver zitten? Zo weinig mogelijk bij zout. Zo weinig mogelijk? Ik denk altijd... Op het moment dat ze... Nou, dat er hier 3 zitten... Oh ja, 3 verdeeld. En zitten er 3. Ja. Dit is heel gunstig. Snap je dit, Lieke, waarom dit heel gunstig is? Want nu kan die 8 een lengteslag worden. Ja. Dus als ik in een heel slecht contract zit, want ik speel altijd met een maat die veel te hoog biedt, ja, dan moet ik gaan denken van, hoe ga ik het nou toch maken? Ja. Lieke, als de klaver nou zo zitten, zie jij nu een plan? Even kijken hoor. Ja, die ruiten haas is weg dan. Ik zal ze even allemaal terugzetten. Dus ik hoop nu dat de klaveren zo zitten. Dus als ik in een slecht contract zit, Lieke, dan denk ik maar 1 ding. Dan moet het maar zo zitten. Ja. Want anders win ik nooit die fles wijn. Dat wordt kansloos. Dus ik hoop nu dat het zo zit. Vanaf nu zit het bij mij in mijn hoofd zit het al zo. Dus op het moment dat je hier aan slag bent... Ik maak 3 klaveren. Ja, zeker. Perfect. Dus hoeveel verlies? 3, die ruiten is 4. Ik verlies 2 harten. Ik verlies 2 ruiten. Ja. Dus, en die klaveren, maar die klaveren, die heb ik hier in zuid neergezet. Dus dat maakt niet meer uit. Dat komt goed. Ja. Hoe maak ik nou van die 4 verliezers, hoe maak ik er nou 3? Ja, ik kan nog een harte troef aftroeven. Ja, zeker. Je kunt de harten aftroeven daar, dat klopt, ja. Maar dan verlies ik nog steeds 2 hartes en 2 ruiters. Want die 2 hartes heb ik al. Met die klaver 8 zou ik een ruiter af kunnen gooien. Ja. Maar ik hou 1 klaver over. Ja, je houdt al 1 klaver over. Maar dan moet je wel eerst troef trekken, toch? Ja, nu moet je heel slim gaan doen dat het plan van Lieke, dat wel gaat lukken. Ja. En daarmee bedoel ik, je moet nou slim doen dat als je hier bent, hoe gaan we de klaveren dan spelen? Nou, stel je voor, dus we gaan even alleen naar de klaver kijken.
Dus stel je voor, ik speel klaver 3 en hier komt een 6. Welke kaart leg je dan in de dummy? Laat maar zien in de camera. Jullie thuis kunnen ook meedoen om te kijken welke kaart je dan zou spelen. Nou, laat me zien. Ja, dan zou ik de boer spelen. Waarom niet de 8, Cecile? Ja, de 8 of de 10, wat was dat? Nee, dan neemt de 10 hem. Ja, dan neemt de 10 hem, ja. Ik zou hier de boer spelen en dan wint deze slag. Sorry, ik dacht dat de 10 bij mij stond. Nee, oh nee. Ja, Noord kan hier niet overheen, dat kunnen jullie zien, denk ik. Hè? En stel je voor, ik ben nu weer hier aan slag. Dan kan ik dit nog een keer doen. Dan speel ik weer klaveren. En als hier een pleintje komt, welke kaart zou ik dan in de dummy leggen? Ja, laat me zien in de camera. Oké, ja, perfect. De vrouw natuurlijk. Ja, die gaat ook weer goed. En als je daarna... Dus dan speel je de vrouw. En dan zijn er hier ook al 2 weg. Als ik nu de A speel en ze bekennen alle 2, is klaver 8 een vrije slag. Lieke, dat heb ik perfect. En als je dan op klaver 8 die ruiten weg kan doen, kun je hier troef, hè? Want dan heb je er eentje minder. Ja. Ja, dan moeten we heel veel mazzel hebben. Zullen we ervoor gaan voor die veel? Want ondertussen moeten we ook nog een plan van Claudia doen. We moeten ook wel een beetje de troeven trekken. Dus we moeten het proberen slim te combineren. Dus ik ga het terugzetten en jullie gaan dit plan proberen uit te voeren. En dan moet je het alleen maar in de juiste volgorde moet je het uitproberen te voeren. Nou. Het begin, dat ga ik jullie geven. Ze starten met harten. En die verlies ik. Ja? Ze spelen nog een keer harten. En die verlies ik. Om jullie een beetje in verwarring te brengen, ze spelen nog een keer harten. Welke kaart speel ik nu? Ze spelen nog een keer harder. Nou, daar heb ik ze niet meer. Nee. Het maakt niet uit aan welke kant ze het nemen, aan welke kant wij verliezen. Oh ja, ze spelen hier de aas, de heer en de vrouw. Oké. Okay. Jawel, maakt wel een beetje uit. Wel, ja. Nou, laat me zien. Dus we moeten west uitkomen. Ja, ik zou het troeven, ja. Maar, ja. Oké. Okay. Zijn jullie niet bang dat misschien Noord ook geen meer heeft? Nee. Kun je een hogere troef missen? Ja. Ja, ja, de 10. Ja, de koning ook, of de aas ook, maakt eigenlijk niet uit. Ja, want je hebt ook nog de vrouw, de boer en de 9. Ja. Maar wat is het voordeel van de A-speler? Kan niemand overheen. Ja, er kan zeker niemand overheen. Dat is zeker een voordeel. Maar het volgende voordeel is ook nog, dat je nog, want we moesten hier een paar keer klaver gaan spelen. Dus dan heb je ook met die vrouw en die boer nog eventueel de mogelijkheid om daar nog wat makkelijker te komen. Maar de 7 mag ook, maar ik zou zeker een hoger doen. Ja. Gewoon voor de veiligheid. Want ik heb ze toch allemaal mooi, hè? Oké, okay. Ik moet hier harten bekennen. Nou, je bent een west aan slag. Welke kaart speel je? Nou, laat me zien. Ja, ik ben helemaal met Karen en Claudia eens. Ik ga nu wel troef trekken, want ik moet die troeven er ook nog even uit hebben. Dat maakt me niks uit, die ga ik sowieso trekken, want ik moet heel veel mazzel hebben, dit spelletje. Dus ik moet hopen dat ze 3-2 zitten dadelijk bij de tegenpartij, dat ze niet te gek zitten. Maar die harten heb ik tenslotte al getroefd, maar goed.
Ja? Nou, stel je voor, ik speel schoppen. Ruud, waarom niet toch eerst nog de ruiten pakken? Ja, maar waarom zou je dat doen, Cecile? Op het moment dat je ook troef kunt trekken. Omdat je dan aan de rechterkant zit en dan zou je met de klaver eerst nog jouw troefje kunnen doen. Jazeker. En hoe ga ik nu naar de rechterkant dan? Als ik schoppen aas heb gespeeld. Wat Claudia en Karen deden. Speelde schoppen aas. Ik had alle hoge schoppers. Ja, maar dat zou ik dus niet... Oh. Ja, maar ik zou wel willen dat er in ieder geval weer wat troeven uit zijn. Ja, maar dan ga je toch met de ruiten 6 naar de hart, naar de ruiten aas? Ja, maar dat kan ik later toch nog altijd nog wel een keer doen. Ik kan toch ook ondertussen, wat Claudia tegen mij zei, van moet je niet ondertussen ook de troeven trekken? Nou ja, dat wil ik ook wel doen. En ik bewaar zo'n aas maak ik toch nog wel een keer. Dus ik kan nog heel rustig met schoppen, gaat het vrij makkelijk. Okay. Stel je voor, ik speel schoppen. Het is niet echt fout, Cecile, maar ik wil gewoon dat je als je schoppen kunt spelen, ja, speel dan gewoon schoppen. Kijk maar eens wat er gebeurt. Nou, speel je bijvoorbeeld schoppen. 7. Welke kaart zou je nu spelen? Moet wel bekennen. Ja, nooit bekend ook. Laat maar zien. Zijn allemaal even hoog, hè? De 9 is ook goed, hè? We zijn ook even hoog. Zijn allemaal even hoog, want ik had de aas, de heer, de vrouw, de boer en de 10. Weet je wat ik meestal doe? Dan speel ik de 9, want dan weet ik tenminste dat ik de vrouw en de boer nog heb. Maar goed, dat hoeft niet. Ik ben een beetje lui in dat soort dingen. Dan weet ik dat tenminste nog. Als ik de vrouw heb gespeeld, denk ik later misschien wie had de vrouw nou ook alweer. En met deze kaart weet ik zeker dat ik de vrouw nog heb. Maar goed, jullie mogen ook de vrouw spelen, maar alle twee. Je bent een west aan slag. En nou moet je opletten, Cecile. Wat was je plan? Welke kaart speel je nu? Het mag ook de vrouw zijn, hoor, wat jullie allemaal deden. Mag ook. Moet je daarna wat beter onthouden. Er zit nog één troef bij de tegenpartij. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar ik had met Lieke wel bedacht hoe de klaver moest zitten nu. Ik hoop nog steeds dat hier dit zit en klaar. Nou, laten we zien. Ja. Ik zou toch eerst gewoon klaveren doen, Karen, om het gewoon maar... Dit plan, ik wil die schoppen wil ik dadelijk nog wel een keer gebruiken om naar de overkant te gaan. Dat vind ik wel lekker, dat ik nog een keer schoppen kan spelen hier naartoe om nog een keer die klaveren te doen. Okay. Het is niet allemaal fout of goed hoor nu. Ja. Maar ik moet nou wel opletten dat ik hier, als ik hier ben, dat ik wel dat plan ga uitvoeren. Dus ik speel klaveren. Hier komt een kleintje. Welke kaart speel je nu? Nou, laat maar zien. Ja, de boer, zoals afgesproken. Hè? Dus we moeten dan maar hopen dat het goed zit. Dus de boer. Nou, die houdt. Dus je bent in de dummy in slag. Welke kaart speel je nu? Laten we zien. Oh, schoppen of ruiten? Ja, ik zou die ruiten zou ik zo laat mogelijk spelen. Ik moet toch nog een keer troef trekken. Ik ben het niet eens. Ik zou zo lang mogelijk wachten met die ruiten. Maar goed, ruiten mag ook hoor. Maar ik moet toch nog een keer die laatste troef eruit hebben. Dus ik zou schoppen spelen. Ga die laatste troef eruit. Welke kaart speel je nu? Laat me zien. Ja, klaveren. Heel goed. Zuid bekend weer. Welke kaart speel je in de dummy? Laat me zien. Ja, de vrouw. Perfect. Die wint ook. Gaat toch wel lekker. Welke kaart speel je nu? Die kant.
Je bent nu in een westaanslag. Ja. Laat me zien. Ja, ik speel gewoon klaveraas. Waarom niet klaveraas? Wou je nog een keer proberen te snijden? Dat gaat niet, hè? Je hebt niks meer om te snijden. Je mag ook ruiten spelen, hoor. Dat mag ook. Maar ja, dit is mijn plan. Klaveraas. Nou, Noord en Zuid bekennen alle twee. Welke kaart speel je nu? Laat me zien. Ja, klaver 8. Oké. Je mag nu kiezen wat je hier gooit. Laat ik de kaart gooien weg. Makkie, hè? Mag kiezen wat je weggooit. Welke kaart gooi je weg? Laat me zien. Ja, ruiter 4. Eindelijk die vieze ruiter 4 weg. Of 6, maakt me niks uit. Ja? Ja, vanaf nu kun je claimen, hoe dat heet. Hè? Kun je gewoon zeggen van, ik maak nog ruiter A's en schoppen 9. En jullie mogen die laatste andere ruiter hebben. Die maak ik niet meer. Dus wat ik nu speel, is van dat ik ruiter speel. Dan pak ik de A's. Ik zeg, ik heb nog 1 schoppen. En die ruiter, die mogen jullie hebben. Zien jullie dit of is dit moeilijk? Is dit lastig om dit helemaal te zien? Het is wel lastig, ja. Want je moet over meerdere kleuren denken. Ja. Soms makkelijker, soms dan. Is soms makkelijker? Oké. Okay. Ja, soms makkelijker. Veel mensen vinden troef juist eens makkelijker. Ja, weet ik. Ik heb soms fijn. Ja, oké. Ja, dat is meestal is het. Het is wat eigenlijk bij dit voorbeeldspelletje was het maar één plan wat ik had. Hè? Iedere keer die klaver proberen, zoals ik met Lieke heb proberen te ontdekken van als klaver hier in Zuid zit, dat is het kleine plannetje wat je hebt. Dat is, eigenlijk is het niet meer. En dan maak je het. Maar je kunt ook heel veel downloaden, Lieke. Vooral als je eerst ruiter A speelt, want dan nemen ze die ruiter mee. Het voordeel nog van het niet spelen van ruiter was dat je nog. En dat noemen ze dat je het nog een beetje onder controle houdt. Snap je wat ik bedoel? Met, op het moment dat hier die ruiten, als hier die ruiten A's nog staat, want daar hebben we heel lang mee gewacht met het spelen van die ruiten. Maar zolang die ruiten A's hier nog staat, kunnen zij niet ruiten spelen. Kunnen zij niet die ruiten meenemen. Dus dat is het grote voordeel van een zo lang mogelijk wachten. Ja, als ik dit heb, dan denk ik bij mezelf, ja, die kleur ga ik niet spelen. Eigenlijk nooit, denk ik dat. Dus daarom zei ik iedere keer tegen jullie, speel nou niet die ruiten, speel nou die andere kleur. Stel dat je nou een extra ruiten had gehad, had je dan het wel eerder gespeeld, zodat je daar een extra ruimte voor had gehad? Nee, want dit is mijn plan. Ik verlies 2 ruiters. Ik wil het spel nog maar 1 keer terugzetten. Je verliest altijd 2 ruiters. Als ik nog 1 extra ruiter hier of daar heb, dat maakt niet uit. Op het moment dat ik mijn verliezer stel, dan zijn het nog steeds 2. Ben je daarmee eens, Cecile? Ja. Want dan heb ik de A's en de volgende 2 zijn voor de tegenpartij. Ja. Die derde kan misschien hoog worden, net zoals bij ons in de klaverbeeld. Maar dan verlies ik weer, Cecile, 2 ruiters en 2 hartes. En dan ben ik weer down. Dus ja. ik mag die niet verliezen. Nee, klopt. Daar gaat het eigenlijk om. Dus nee, het maakt niks uit of hier nog een extra ruit staat. Okay. Of daar, of waar dan ook. Maar ik wil geen ruiten spelen. Geon, heb jij, ik geloof, de prijsvraag voor ons, hè? Nou, ik wil even nog iets vertellen over de verliezers, Ruud. Oh, oké, okay, mooi. Dan kun jij ondertussen weer een spelletje opzetten. Ja, super. Ik heb straks al gezegd van het aantal verliezers. Hier is een voorbeeld of een aantal voorbeelden. Als we nu even iets verder kijken. Op het moment dat we dus weten dat er verliezers zijn, moeten we dus ook nog besluiten dat ze weggewerkt worden. Hoe werk ik 1 of meer verliezers weg? Nou, we zagen in het voorbeeld dat Ruud zo net gaf, dat aan 1 kant 3 harten zaten, aan de andere kant 2. Die derde harten, die konden we aftroeven. En daarmee zijn we weg van de derde hartenverliezers. Dus aftroeven is een mogelijkheid om een verliezer weg te werken. De andere mogelijkheid, of een andere mogelijkheid, is weggooien op een zijkleur. Dat hebben we net ook gezien. Ruurt heeft die vierde klaveren, die lengteslag in klaveren, gebruikt om een verliezende ruiten weg te gooien.
Er zijn nog wel meer mogelijkheden om een verliezer weg te werken. En eentje is net niet expliciet benoemd, maar ga ik nu toch wel even vertellen. Het nemen van de snit, kijken we puur naar de klaverkleur die er zo net lag, met aasvrouw boer tegenover drie kleintjes. Dan kun je door het nemen van de klaversnit de klaverheer onschadelijk maken. Dan ben je ook een verliezer kwijt. In een aantal afleveringen eerder noemde Ruud dat een kanskaart. Ruud, heb je alweer een spelletje? Nee, nog niet, toch niet. Nee? Doe maar even de prijsvraag. Ja, nou, we zitten in 6 schoppen. En dat zien we, want rechts zien we 6 schoppen kaartje liggen. En als we nu een plan gaan maken, gaan we eerst weer kijken hoeveel verliezers hebben we, in welke kleur hebben we welke verliezers. Ik ga gelijk naar het tweede plaatje. We moeten 12 slagen, dat is stap 1. Stap 2, hoeveel verliezers mogen we? Nou, 1, want er zitten 13 slagen in. We gaan de verliezers tellen, dat is stap 3. In schoppen zien we 1, heel simpel, dat is de aas. In harten hebben we de aas en de koning en aan de andere kant de singleton. Dat zijn geen verliezers. In ruiten hebben we alle toponneurs. Dan zijn er ook geen verliezers. In klaver hebben we wel een verliezer. Aan de ene kant aas klein en de andere kant een vierkaart. Dat is dus 1 klaververliezer. Dat zijn er bij elkaar 2. We moeten dus wegwerken. 3-2, dat is stap 3 min stap 2. 2 verliezers min maximaal 1. Dus dan moet er eentje weggewerkt worden. Nou, Trouvaas, die gaan we altijd verliezen. Dus we moeten klaver weg. Dat kan maar op 1 manier. En dat is op de 3e ruiten. En er is ook haast bij. Want als we beginnen met troef trekken, dan kunnen ze gelijk de 2e klaver incasseren. Dus we moeten nu het troeftrekken uitstellen, omdat we enorme haast hebben met het wegwerken van die klaververliezer. Dus het goede antwoord op de vraag was ruiten. We beginnen gelijk met een ruitenslag. Ruitenheer, we nemen ruitenvrouw over met het aas en op ruitenboer gaat die klaver weg. Wordt die dan afgetroefd? Dat is jammer, dan konden we het nooit halen. Maar dit is een hele goede kans dat dat wel gaat lukken. De meerderheid had dit goed, dat was goed nieuws. En wie het ook goed had, is mevrouw Anneke Scheemaker uit Hersbergen. En aan de achternaam Scheemaker kun je al zien, zij komt uit België. En mevrouw Anneke, van harte proficiat. Ik ga contact opnemen over het beschikbaar stellen van de prijs. Ruud, ben jij ondertussen zover? Jazeker. Daar komt ie. Nou, nog een misschien nog wel een gemeener spelletje. O jee. Nou, we gaan weer. Misschien wel te gemeen hoor. Als je goed kijkt, dan heb je best wel een leuke kaart samen. En je zit weer in 4 schoppen. En als je goed kijkt, dan heb je eigenlijk niet zo heel veel verliezers. Lieke is er goed in geworden. Hoeveel verliezers heb je, Lieke? Even kijken hoor. Een ruiten. Een ruiten zeker, ja. Ik zou onderaan beginnen. Klaver eigenlijk niet. Ja, maar hoezo eigenlijk niet? Wat doe je daarmee? Die 8 die valt weg op de aas. Even kijken hoor. En dan kan ik nog... ik kan klaveren wegwerken op mijn ruiters. Verliezers. Zeker. Dus ik verlies eigenlijk 1 ruiten. Even kijken. Geen harten. Nee. Even kijken. Ja, misschien een schoppen. Nou, misschien een schoppen. Hoeveel schoppers hebben zij nog? Ja, wij hebben er 8, 5. Ja, ja. Ik verlies zeker een schoppen. Ja, je verliest zeker een schoppen. Want de tegenpartij heeft dit in totaal nog een schoppers, hè? Dus we verliezen zeker een schoppen. En... op het moment dat het nog wat vervelender zit en 1 iemand heeft 4 schoppers. Oei. Hoeveel schoppers ga je dan verliezen? Eens kijken hoor. 1, 2. Ja, dan ga ik er 2 verliezen. Ga je er 2 verliezen. Ja. Maar dat mag nog, Lieke. Als jij 2 schoppers verliest en 1 ruiten, dat mag nog, hè? Ja, dat mag nog. Ja. Oké. Als je dit in gedachten houdt en je pakt de eerste slag, want ze zijn uitgekomen met klaverkoning.
Wat is dan de slag? We gaan het eerst een keer proberen. Wat is nu de kaart die je zou spelen? Dus ze komen uit met klaver koning. Je pakt klaver aas. Ja. En welke kaart speel je dan nu? Dus het contract is 4 schoppen. Nou, ik denk dat Lieke niet bang is voor dit, hè? Want dan verlies je 1 schoppen, toch? Sorry? Als Zuid 3 schoppen heeft, ga je 1 schoppen verliezen, toch? Ja. Maar als Zuid 4 schoppen heeft, dan wordt het al een beetje penibeler, toch? Ja, dan ga je de 2 verliezen. Ga je de 2 verliezen, oké. Okay. Nou, laten we daar eens kijken of we dat ook aan kunnen. Laat maar zien wat je speelt. Heb je ook een idee, Karen, wat je zou spelen? Of? Nee, ik was nog aan het denken en aan het luisteren. Oké. Okay. Nou, dit is best wel lastig hoor, maar op het moment dat ik zoiets zie, dan denk ik bij mezelf, en dan heeft Lieke eigenlijk heeft het heel goed samengevat. Als ik eerst ruiten speel, ja, dan pakken ze waarschijnlijk de aas. Ja, dat denk ik, dat ze de aas gaan pakken, want ze zien er ook maar 1 in de dummy liggen. Dus ik denk dat ze de aas gaan pakken. En dan heb ik nog volledige controle over het hele spel. Ik zal je laten zien wat er kan gebeuren als je iets anders doet. Nou, stel je voor, je pakt deze met de aas. Nou, je bekent en nu speel je ruiten op. Wat denk jij dat Noord doet als die ruiten aas heeft? Doe eens een gokje. Pakt hij hem? Jawel, dat denk ik ook, hè. Hij is veel te bang dat hij nooit meer ziet. Nou, stel je voor, hij pakt ruiten aas. Ja? Nog te doen? Oké, dan gooi je hier een kleintje, denk ik. Ja. En hij speelt wederom klaveren. Welke kaart speel je nu? Laat me zien in de camera. Laat me zien. Ja, ik zou nog schoppen spelen. Ja, perfect. Op dit moment, als je op dit moment telt, Lieke, heb je dan nog verliezers in deze hand, behalve, want je troeft deze, hè? Ja. Heb je dan nog verliezers in deze hand, behalve de schoppers? Nee. Nee, hè? Want je hebt die hoog, die hoog, die hoog en die hoog. Je hebt harte aas en voor die 2 kleintjes heb je de heer en de vrouw. Het gaat dus nu alleen nog maar om de schoppers. Ja. Oké. Stel je voor, ik ga schoppen spelen. Of ga je wat anders spelen, Lieke? Ik zou toch eerst die troef spelen. Troef? Ga je troef spelen? Oké. Okay. Iedereen daarmee eens? Laat me zien in de camera wat jullie spelen. Kan. Ja, ik zou troef spelen hoor. Perfect. Oké. Okay. We gaan het je eerst makkelijk maken. Dus je speelt troef. En ze bekennen, en ik neem aan dat je hier de heer legt. Ja. En ze bekennen alle 2. Welke kaart speel je nu? Laat me zien. Ja, ik zou schoppen A spelen. Want als ze alle 2 weer bekennen, Lieke, wat is er dan? Hoeveel schoppers hebben zij dan nog? Nog 2. Als ze alle 2 bekennen, dan hebben zij er nog maar 1, hè? Ja. Ja, want we hadden samen 8. Dus stel je voor, je speelt schoppen aas en ze bekennen alle 2. Ja, dan verlies ik nog een schoppen. Oké, okay, welke kaart speel je nu? Want nu, wordt het wel even, nu moet je even opletten. Ik zal uit de 5 spelen. Uh.
Nou, laat me zien. Ja, hard naar de aas, dat kan. Dan stel je voor, je speelt hard naar de aas. Nou, die wint. Welke kaart speel je nu? Hadden we ook klaver kunnen spelen en kunnen introeven met schoppen? Of is dat een verkeerde... Nee, dat vind ik ook een heel, heel goed plan. Mag ook. Dat hebben we niet gedaan. Ja, maar laten we dat dadelijk maar even doen. Want dan is het daarna wel belangrijk welke kaart je dan speelt. Maar laat me zien. Ja, nu speel je ruiten, hè? En dan speel je al die ruiten. En dan gooi je snel die klaveren weg. Dan speel je nog een keer ruiten. Dan gooi je weer de klaveren weg. Dan speel je nog een keer ruiten. En dan gooi je die harten weg. En eventueel nog een hart. En dan heb je, plus je alleen nog maar die schoppen. Daar zijn je denk ik mee eens, hè? Oké. Okay. Nu gaan we naar Cecile. Op het moment. En dan, nu gaan we... Nu wordt het iets lastiger, hoor. Het begin van het spelletje gaan we precies hetzelfde doen, want dat vind ik een heel goed idee. Ik vind het een heel goed idee om als eerste die ruiten te spelen. Dus ik heb dit en klaveren. En het begin gaat precies hetzelfde. Dus allereerst starten ze natuurlijk met klaver weer en het klaver aas. Jullie speelden allemaal, en dat is echt heel slim om altijd te doen, om een zijkleur vrij te spelen. Dus je speelt nu ruiten. Noord pakt wederom ruiten aas. En je speelt hier een kleintje. Nu hebben jullie allemaal bedacht dat jullie troef gaan trekken. Dus dat zou ik nu ook doen. Op het moment dat zij bijvoorbeeld klaveren naspelen. Ja? Dan kun je hier troeven. Je moet hier bekennen. En je speelt schoppen. Dat is precies zo hoe jullie het net gedaan hebben. Dat is er niks anders. Je speelt schoppen hier. En je speelt schoppen aas. Maar nu is de ellende daar. Op schoppen aas bekent Noord niet meer. Dus Zuid heeft oorspronkelijk dit gehad. Daarvan is hij er al twee kwijt. Dus hij heeft deze nog over. Welke kaart speel je nu? Ah, nu moet je wel even slim zijn. Misschien is het te moeilijk, maar ja, allemaal vrouwen in het panel, dat moet lukken. Even kijken hoor. Nou, Cecile, nu zit jij op de goede weg van die, die. Waar je nu voor op moet passen, is dat Zuid op een gegeven moment troef gaat spelen. Ja. Dat wordt echt heel erg link. Dus nu moet je even de slimme kaart spelen. Laat, maar, laat me zien. Weet ik niet. Heb je, nee. Nou, nu beginnen jullie een beetje te twijfelen. Wat het probleem is, Karin, je bent aan de verkeerde kant. Je bent niet bij die ruiten hier. Je bent namelijk bij schoppen aas. Je bent hier. Je bent dus niet hier. Maar je wil wel heel graag hier zijn. Oh. Daar ben ik het wel met Karin. Ja, klopt. Ja. Hoe kom je nou hier zonder dat het je heel veel pijn kost? Ja, of harte 5. Ja, maar daar zit iets links aan, want harte aas is wel de entree dadelijk voor al deze kaarten. Dus ja. Cecile had het bij het vorige probleem, dat was de goede kaart nu. Ik zal je laten zien waarom dat is. Laat me zien. Kijken of iemand al iets wat anders heeft. Siel had hem net. Ja, die klaveren, ja. Als je namelijk klaveren speelt, let maar eens op. Je speelt klaveren en die troefje hier. Welke kaart speel je nu? Zuid heeft nog steeds deze twee grote jongens in de hand, hè? Dus wel even oppassen. Welke kaart zou je nou spelen? Laat me zien. Ja, nu snel die ruiten. Oké. Okay. Zuid heeft geen ruiten meer. Die troeft. Welke kaart speel je in West? De klaveren. Ja, makkie, hè? Die klaveren snel weg.
Hé, hey, zie je dat? Opeens is die weg, hè, die verliezer. Ja. Oké, okay. Hij speelt weer schoppen. Nou, die moet je... Bekennen. Proeven, die moet je bekennen. Nou, hier gooi je eens weg, maakt niet zoveel uit. En hij speelt... Nu zijn de troeven eruit. En als hij nu weer klaveren speelt of iets anders, dan maakt me niks uit, want dan maak ik alsnog alle slagen. Ja. Ondanks dat hij dus vier troeven had gehad. En Cecile, wat was nou de... Wat was op dit moment nou de slimme kaart om te spelen? Was jouw klaveren, die je daar troeft. Dus dan maakt het wel heel veel uit. Dus soms maken dat soort dingen wel uit, dat je even zo'n klavertje troeft om, controle te houden over het spelletje. Oké. Geon. Sluit jij het af en dan heb ik dadelijk nog wel een uitsmijtertje. Ik sluit het af. Ik ga nog één keer terug naar de sheet die ik gemaakt heb. De tip van de week. Dus bij troefcontracten bepaal je hoeveel verliezers je kunt dan wel moet wegwerken. Je werkt ze weg door ze af te troeven of door ze weg te gooien op een andere kleur. En dan komen we nu bij de onderwerpen voor de volgende keer. Aflevering 31 over 2 weken, maandag 15 november. Zoals jullie zien, dit zijn de voorstellen die we allemaal hebben binnengekregen. Die gele, dat was die van vandaag. Ik heb met Ruud ondertussen even overlegd. En de volgende keer gaan wij het hebben, rechtsboven, tussenbieden, als we zelf eenstands toegeopend hebben. Dus wij openen eenstands. We weten allemaal wat we moeten doen als de tegenpartij zwijgt. Maar dat doen ze ook wel eens niet. Daar gaan we het even over hebben. Tussenbieden naar onze eigen eenstandsopening. Ruud is denk ik nog even bezig. Tenminste, zo te zien wel. Kan ik dan nog wat vertellen? Nou, eigenlijk heb ik niet al te veel. We proberen al deze onderwerpen een keertje aan de orde te laten komen, maar niet allemaal zijn even geschikt of zijn nog een beetje te vroeg voor wat wij van plan zijn te doen. Ik stop in ieder geval vast. Geon, mag ik even vragen, wat is het verschil tussen tussenbieden naar ons eenstand of naar eigen eenstand? Ja, soms... misschien heb ik het onduidelijk opgeschreven, maar in het ene geval gaat het over tussenbieden als wij eenstands geopend hebben. En in het andere geval gaat het om het tussenbieden als zij eenstands geopend hebben. Stel je voor, rechts opent een eenstands toe en we hebben gewoon een opening met een 6-graad harten. Kunnen we dan gewoon 2 harten bieden? Of is dat gevaarlijk? Nou, daar gaan we het ook nog een keertje over hebben. Meestal is het zo dat als zij eenstands openen, dat het heel anders wordt. Want dan kunnen wij geen manch meer. Ze hebben in principe 15, 16, 17 punten. Dus we hebben er hooguit 25, dus het gebeurt niet vaak dat wij nog een manch kunnen bieden. Dus daar hoeven we ons bieden niet meer op te richten. We willen hun nog wel een beetje storen. Maar dat willen we ook een beetje veilig doen, want ze hebben veel punten en kunnen ons dan dubleren. En dan wordt het weer een dure grap als we te veel down gaan. Dus ja, we zullen dan zien dat als zij eenstands toe openen, dat het nadeel, of de nadruk moet ik zeggen, niet zozeer ligt op bieden met punten, maar ook bieden met lengte. Want met lengteslagen kunnen ze ons niet zo makkelijk veel downspelen als met punten. Stel je voor, je hebt 6 harters met vouwboer 10, 9, 8, 7. Dat zijn hoe dan ook 4 slagen als we harten spelen. En met 2 azen en 2 heren, 14 punten, hebben we nog niet zeker 4 slagen. Volgens mij is Ruud zover. Ja, ik ben zover. Komt-ie. Oké. Okay, als uitsmijdertje, je bent 6 schoppen aanbeland. Wel hoog, denk ik, maar ja, moet misschien lukken. Je hebt samen 27 punten of zo, dus ja, dat is meestal wel wat hoog. Ze starten met klaveren. En ja, we kunnen aan Lieke weer vragen hoeveel verliezen hebben we. Lieke, hoeveel verliezen hebben we? Even kijken. 2 in klaveren. Ja. In ruiten geen. Nee, klopt. In harten. Nou, geen. Ik heb daar in harten ook geen. En er, schoppen? Schoppen hebben we dus. Even kijken. Schoppen aas. 1. Ja. We verliezen er 3. Er zijn er 3, ja. Oké. Okay. Maak een plan. Voor allemaal. Welke kaart? Ik neem aan dat jullie de eerste slag pakken met de aas. Want anders ben je down. Hè? Dan verlies je schoppen aas nog. Dus ik neem aan dat jullie de eerste pakken met de aas.
zou je nog iets beter op hoeven geven. Je pakt de eerste met de aas. En welke kaart speel je als tweede? Thuis, jullie kunnen ook meedoen, hè? Welke kaart speel je nu? Laten we zien. Uit de boer. Oké. Okay. Karen heeft het nog niet helemaal. Okay, maar... Nog even de... Oh ja. Dus je pakt de eerste met de aas. Nou, dan spelen jullie allemaal ruiten. Nou, stel je voor je speelt ruitenboer. Dus voor de heer, welke kaart speel je nu? Laat maar zien. Ja, alleen Claudia is nog niet down. Kijk maar eens wat er gaat gebeuren op het moment dat jullie schoppen spelen nu. Als jullie nu schoppen spelen, pak Noord of Zuid schoppen aas. En dan komen de twee verliezers van Lieke aan. Die speelt er naar Klaver en Vrouw en Klaver Boer. Ja. En toch is er een mogelijkheid om dit contract te maken. En Claudia zat op de goede weg. Laten we eens kijken wat Claudia deed. Dus ze deed als eerste klaveren voor de aas. Dus de aas wint. Jullie speelden ruiten naar de heer. En Claudia speelde harten. Claudia zit op de goede weg. Ik neem aan dat je de aas speelt, Claudia. Klopt. Ja, oké. Okay. Welke kaart speel je nu voor jullie allemaal? Dus je hebt nu harten naar de aas gespeeld. Welke kaart speel je nu? Laten we zien. Gaat het te snel? Misschien dat het ook voor jullie thuis snel gaat, hoor. Welke twee verliezers had ik en kunnen die weg? Nou, even kijken. Ja, ruiten aas. Het is wel eng, hè? Om nog geen troef te trekken, maar eerst ruiten te spelen. Ruiten aas. Nou mag je kiezen daar welke je weggooit. Welke gooi je weg? Laten we zien. Ja, snel die klaveren. Perfect. Ja, natuurlijk, hè. Dan zijn die klaveren weg. Nou, je bent met ruiten aas aan slag. Welke kaart speel je nu? Laat me zien. Ruiten. Ja, perfect. Volgens mij valt het kwartje ook bij Karen. Ruiten. Weer klaveren weg. Oké, okay, nog steeds belangrijk wat je doet. Laat me zien. Ja, dan moet je wel. Ja, je kunt ook harten spelen, maar. Jullie hebben nu wel die harte aas even weggespeeld, die misschien wel belangrijk is. Wat moet je nou nog wel ondertussen even doen? Die klaveren daar troeven. Oh ja. Waar ben je nu dan? Je bent toch. Bij Ruitenvrouw. Dus dat kan meteen. Oh, aan die kant. Ja. Oh wacht, kan meteen. Nee, dan. Nee, ik had harten. Ik zat even aan de verkeerde kant te denken. Ik denk, doe ik eerst die harten weg. Ja, oh, ja oké. Okay. Ja. Je kunt nou deze, dan kun je hier troeven. Of misschien met een hoge troeven of met een kleintje troeven, dat kan. Ja. Als je nu nog die harte aas had gehad, had je harten kunnen spelen. Of schoppen kun je nou spelen. Kijk maar, dat gaat goed, hè. Kijk maar eens. Schoppen. En je legt de heer. Nou, stel je voor, die pakken ze. En ze spelen weer schoppen. Nou, dan kan ik snel die laatste klaveren ook nog even daar troeven.
Dus op het moment, er is, ik vind eigenlijk dat er nog één ding ietsje beter kan. Ja. Kijk eens goed naar die ruiten, hoe die gaat. Ja, een ruitenaas. Ja. Ik zal hem even terugzetten. Dus kijk eens goed naar de ruiten, welke ruiten je, als je in klaver, als je aan slag bent, welke je dan het beste kunt krijgen. Ja, wij gingen dus, heen en weer. Ja, dat is, als je meteen ruiten A speelt, is het nog lekkerder. Kijk maar, dan speel je klaver A's, die wint de slag. Dan speel je ruiten. Ja, daar valt wel de heer onder, maakt me niks uit, want ik heb al die andere kaarten ook al. Dan speel je ruiten, snel die klaver weg. Nog een keer ruiten. Weer die klaver weg. Nu kun je meteen die klaver troeven. Kun je met harten naar de aas gaan bijvoorbeeld. En dan kun je weer die klaveren troeven. En dan haal je snel de troeven eruit. Ja. Maar dan moet de ruiten wel goed verdeeld zitten bij die andere. Oké. Okay. Leuk dat je het vraagt. Hoe wil jij ze verdeeld hebben? Dat klopt hoor. Hoe wil jij ze verdeeld hebben bij die andere dan? Ja, dat ze niet te hoog in zuid zitten. Want iedere keer kom je van oost uit. Oké. Okay. Nou zeg maar, hoeveel ruiters hebben zij nog? Nee. Ze hebben natuurlijk altijd onder ons. Zit altijd met de punten lager dan wij. Ja, ja dat ook. Want je hebt de ACR, de vrouw de boer. Ja. Je hoeft ook niet zo bang te zijn. Zij hebben er 9 samen. Stel je voor, het is heel extreem. En Zuid heeft er 6. Ja. En heeft Noord er nog steeds 3. Dan gaat het nog steeds goed. Ja. Dus je hoeft niet zo bang te zijn. Oké. Okay. Hey, dat was het wat mij betreft, Geon. Ja, dat was een mooie uitsmijter, Ruud. Bedankt weer. Bedankt ook het panel. Over 2 weken, maandag 15 november, zijn we er weer. Met aflevering 31. En dan gaan we het dus hebben over tussenbieden, nadat wij geopend hebben met Eén Sanse Toe. Tot ziens allemaal. Tot ziens. Hoi. Tot ziens. Dag.